Leefbaarheid en samenwerking. Dat zijn enkele van de uitkomsten van de Friese dorpentop die zaterdag in WTC Expo in Leeuwarden werd gehouden. Ruim 500 mensen spraken met elkaar over de toekomst van het Friese platteland. Het is zover de Friese dorpentop in het WTC Expo. Hoeveel aanmeldingen hebben we nu uiteindelijk gehad? We hebben uiteindelijk 640 aanmeldingen gehad. Waar natuurlijk ook een paar mensen nog van ziek zijn geworden en weet ik veel wat allemaal. Dus we zitten nu met ruim 500 mensen in de zaal. Die zijn allemaal aan een tafeltje gaan zitten en wat zijn ze op dit moment mee bezig? Nou, het is het Friese Dorpencafé heet het eigenlijk. Dus ze zijn nu met elkaar in gesprek over wat vind jij belangrijk voor Friesland en voor het platteland. Dan gaan ze het hebben over wat kun jij daarin betekenen en wat kun jij daaraan bijdragen. En dat doen ze in 3 rondes en ze zijn de hele tijd aan het wisselen. Dus met mensen die ze niet kennen, nog nooit gezien hebben in de meeste gevallen. En zo wordt eigenlijk de agenda bepaald voor vanmiddag. Want wie bepaalt het onderwerp aan tafel? Ja, de mensen die er zitten. Dus wij hebben daar niks over te zeggen. Dus het zijn gewoon de burgers en de ambtenaren, politie en ondernemers die aan tafel zitten. En die geven aan wat hun bezighoudt en wat ze missen, of wat ze graag juist willen. Vanochtend kwam leefbaarheid alweer naar voren. Voorzieningen kwam naar voren. Dus dat zijn de topics die waarschijnlijk straks alleen maar groter op beeldscherm gaan worden. Maar dat zien we dus zo meteen over 20 minuutjes weer. Want er komt uiteindelijk komt er uit zijn gesprek komt dus een woord en dat woord wordt dan belangrijk. Ja, en dat klinkt dan een beetje knullig misschien dat het één woord is, maar ze hebben dus een heel gesprek. En dan hebben ze het met z'n allen over en welk woord was nou voor jou, vat nu samen wat dit gesprek waard was en wat was nou het belangrijkste inderdaad. En dat komt dus in het scherm, die grote beeldschermen daar. En dat gaat elke ronde verder en elke ronde worden die woorden bij elkaar opgeteld. Dus het zijn niet nieuwe woorden, maar... En hoe groter het woord, hoe belangrijker de mensen het vinden. Dus het is volledig democratisch en dat is het gave aan het systeem. Wat gaan we nu doen? Ik ga jullie eerst vragen om in alle rust voor jezelf, dus zonder te overleggen met je medetafelgenoten, na te gaan wat indruk gemaakt heeft bij dit gesprek. Wat is blijven hangen en wat dat er samen in één woord. Magiel, je doet mee aan de Friese Dorpentop. Waarom heb je opgegeven? Ik ben vanuit mijn werk en mijn vrijwilligerswerk zeer actief bij burgerparticipatie. Ik denk, dan moet ik hierbij zijn. Dus ik heb aangemeld als tafelsecretaris. Vanochtend doe ik ook mee als deelnemer. Ik krijg er veel waarde aan om te horen van de burgers, van de bevolking, van Friesland. Van waar moeten we ons nou eigenlijk mee bezighouden? En, hoe kan ik daar bij helpen? Ik zie ook allemaal schermen bij de tafeltjes staan. Waar dienen die voor? Nou, die worden meer gebruikt nog vanmiddag. Want dan worden er presentaties per thema gemaakt over het woord waar ze het hebben. Dus bijvoorbeeld, om het even wat concreter te maken, een heel blok heeft het over verbinding bijvoorbeeld. Nou, dat zijn dan 10 verschillende tafels die het over verbinding hebben. En de een zal het dan hebben over transport en openbaar vervoer. En daar zijn misschien mensen die daar een oplossing voor hebben, hoe ze dat anders zouden willen zien. Dat vat samen in een presentatie. Dan komen die presentaties 'smiddags bij elke tafel te zien en kun je daarop stemmen. En de presentatie die de meeste stemmen krijgt, die komt weer in de volgende top 10. Dus het klinkt wat ingewikkeld, maar het is heel... Beetje een soort afvalrace. Klopt, ja. Maar ook om het democratisch te houden. Want anders zouden wij straks weer zeggen, dat is het belangrijkste. Maar het gaat juist om dat de mensen die het erover hebben, die kunnen dus stemmen wat zij belangrijk vinden. Dus hun dingen komen eruit. Wat hoop je aan het eind van de dag hebben bereikt? Ik hoop dat ik weer nieuwe ideeën heb opgedaan. Je bent aan het werk, je bent bezig met je hebt je eigen ideeën. Je komt in contact met mensen, maar... Ja, je krijgt hier weer andere geluiden te horen, waarbij je zelf ook weer aan het denken wordt gezet. Dus ik hoop hier weer nieuwe ideeën op te doen, die ik weer kan gebruiken bij waar ik nou eigenlijk mee bezig ben. Nou, je moet weer op naar de volgende ronde, dus zoek gauw een plekje. Ja, hartelijk dank. Ik ga weer verder. We willen graag gaan beginnen. Het wordt ook een beetje aangegeven, die dorpentop, als zijnde een nieuw soort democratie. Die moet hier dus beginnen.
Ja, dat zou fantastisch zijn. En ik denk niet dat wij dat alleen nu gaan realiseren. Maar dit is een eerste stap om weer de driehoeken burger, politiek en ambtenaar dichter bij elkaar te krijgen. Want we moeten in gesprek. Niet tegen elkaar. Hè. Je ziet dat het steeds feller en harder wordt. Maar we moeten juist gewoon samen kijken. Want ja, we wonen hier allemaal. Dus ook ambtenaren, politici zijn ook gewoon burgers. En we moeten het samen doen. En hier ga je in dialoog. En dat is denk ik een hele goede eerste stap voor de nieuwe democratie.